2500 video's? Dat is best veel video's. Wat goed van je, man. Wat knap. Wat een toewijding aan je kanaal. En wat zal je er veel plezier en moeite en allemaal dingen in gestopt hebben. Wat goed. Wat, oh, dat hebben niet veel mensen, hoor. Zo in hun eentje. 2500 video's in meer dan 3 jaar. 2 video's per dag, man. Dat is best veel in je eentje. Als je ook school hebt en zo. En ja, dat is gewoon een heel lang applaus waard. Het valt me ook op hoe klappen heel ongemakkelijk is als je het zo in je eentje voor een camera doet. Weet je, bij een publiek is het gewoon... En dan is het opeens zo... Oké, het zit zo. Ik wilde oorspronkelijk... ik dacht, weet je, het is leuk. Ik heb 2500 video's op YouTube. Misschien is het leuk om uit te beelden hoeveel dat wel niet is door voor iedere video 1 seconde te klappen. Ik dacht, dat kan wel. Dan kom je misschien een beetje uit rond een paar minuutjes klappen. En dan denk ik best, wauw, eigenlijk is bijna ieder klapje is gewoon 1 video. Die Rick heeft fucking veel video's gemaakt. Wat bleek? 41 minuten klappen! Als ik voor iedere video een seconde zou klappen, ben ik 41 minuten aan het klappen. Snap je? Voor iedere minuut, voor iedere seconde, heb ik een video gemaakt waar ik een uur in heb gestopt. Weet je, ik heb dus net ook even gauw berekend van jullie 2500 video's. Ga uit van een gemiddelde videoduur van 17 minuten. Stel, je wilt nu mijn eerste video tot mijn laatste video kijken, ben je 1 maand lang non-stop aan het kijken. Ja, dat vind ik persoonlijk best lang. Hoi allemaal, in ieder geval. 2500 video's. Oorspronkelijk zou ik te denken van ja, zal ik een hele speciale video doen? Dat ik nee, heb ik toch geen tijd voor, ik ben druk met school. En dat zou niet Rick zijn. Ik dacht het is echt Rick als ik gewoon die 2500 video's voor iedere seconde een klapje doe. Toen bedacht ik me dat het 40 minuten was. En dan is het ook leuk om eerst 40 minuten te klappen. En daarna pas de clue te vertellen. Maar iedereen haakt af na 40 minuten klappen. Dus dan komt mijn message jou niet goed over. Dus ik dacht, ik begin een beetje met een klap. En dan, ja, snappen mensen het. In ieder geval 2500 video's. Dat is me wat. Normaal gesproken zeg ik bij bepaalde milestones altijd van... Hey kijkers, super bedankt. Want zonder jullie support was ik hier niet. Dat is wat YouTubers zeggen, hè. Zonder jullie kijkers zou ik hier nu niet zijn met deze achievement. Dat is deze keer gewoon niet waar. Ik maak nu al sinds het begin van mijn kanaal 2 video's per dag. Omdat ik het leuk vind. Ik vind YouTube video's maken heerlijk. Een uitlaatklep, ik kan al mijn dagelijkse gezeik daar dumpen. Ik kan lekker slap lullen en ik kan gamen. Ik maakte al sinds het begin van mijn kanaal 2 video's. Ook al werd ik in het begin de meeste video's niet eens 1 keer bekeken. Dan was ik het gewoon, die de comments aan het checken was. Ik maakte ze omdat ik het leuk vond. En dat doe ik nog steeds. Het eerste jaar dat ik met YouTube bezig was, heb ik nooit een cent verdiend. En toen maakte ik ook al dezelfde 2 video's per dag. Het commentaar was misschien een beetje kutter. Maar dat komt omdat ik mezelf ontwikkeld heb. Ik zit echt nog oude video's terug te kijken met mijn oude webcam. Waar het geluid echt een seconde achterloopt. En ik denk, nee, waarom heb je dit ooit gemaakt? Maar dan, ja, aan de andere kant, het is ook een stukje van mijn geschiedenis. Ik ga nu niet zomaar oude video's verwijderen. Ik weet, er kijkt geen hond naar. Ik kijk wel eens in mijn demografie van, oh, nou, Far Cry 3 deel 10. Hoeveel views heeft die de afgelopen maand? Toch nog 40. Vind ik het toch tof dat mensen toch nog een beetje achteruit kijken. Weet je, een video van 1,5 jaar geleden, dat er toch nog een paar mensen zijn die denken, dat ga ik nu, in maart 2015, ga ik eventjes Far Cry 3 deel 10 kijken. Dus dat vind ik sowieso tof om te zien. En ja... 2500 video's is fucking veel. Dat is een maand. Maar ik ga gewoon lekker door. Hopelijk heel lang. Ik ben er eigenlijk wel heilig van overtuigd dat ik ooit de 10.000 video's ga aantikken. Dus ja, dat was eigenlijk alles gewoon een beetje blijheid van mij. Ik vind het ook echt onmogelijk veel. Ik denk, ja... Weet je, dat is zoveel minuten. Dat is een maand lang dus non-stop mijn gepraat. En wat heb ik nou verteld in die tijd? Ja, best veel, denk ik. Want het is een maand non-stop gepraat. Als je dan nog niks hebt meegegeven... Ja, dat zou jammer zijn. Eigenlijk wil ik jullie verder gewoon... toch bedanken voor de support. Niet bedanken voor de 2500 video's. Die heb ik zelf gemaakt, maar... ja, het is toch heel fijn dat ik iedere video nog leuke comments krijg. Ik lees ook nog steeds bijna alle comments. Want ik vind jullie comments gewoon leuk. Ja, voor de rest kan ik weer heel cliché doorgaan lullen. Op naar de 10.000 zou ik zeggen. Het plan is gewoon dat ik gewoon tot ik dood ben video's maak. En niet volgende week dood ga. Het zou wel kunnen dat als ik later een baantje heb en zo. Dat ik misschien ga naar 1 video per dag. 1 video per week. 1 video per maand. 1 video per jaar.
Maar voor nu, lukt het me nog net aan om 2 video's per dag te maken. Jullie merken wel vaak dat de video die later op de dag komt, is vaak te laat. Dat komt omdat ik vaak laat pas van school terug ben en dan moet ik hem nog gaan maken. En ik ben wel een beetje perfectionistisch, ik doe niet gewoon klaar. Sommige mensen denken dat ik gewoon klaar doe. Nee hoor, dat lijkt misschien zo omdat mijn video's kut zijn, maar er zijn nog kuttere videodelen die niet online komen. Ik heb heel vaak dat ik gewoon de eerste 3 minuten van een video opnieuw doe, omdat ik de eerste 3 minuten niet leuk vind. Dus ja, dankjewel voor het kijken van deze kleine video. Om rond iets na 2 upload ik gewoon de normale eerste video van de dag. Ik doe hem iets later, want ik wil een beetje tijd houden tussen die 2 video's, maar je snapt het idee. Voor de rest heb ik een Pokémon pet op. Misschien moet ik hem afdoen en dan een beetje zo doen. Zo van... Dankjewel voor het kijken naar mijn kanaal. Voor de rest heb ik een shirt aan. Koop het. Koop mijn spullen. Koop me alles. Koop dit haar. Koop. Dankjewel voor het kijken al die tijden. En blijf ook kijken, anders krijg je geen geld. Dankjewel, doei.